Voor de ontwikkeling van Zeeland was samenwerking op het gebied van bestuur en de aanleg van dijken en polders in de late middeleeuwen van essentieel belang. In 1242 ontving het gebied rond Hulst en Aksel de keur van de vier ambachten, een van de eerste regionale en formele bestuursvormen. Dit is de koever van de vier ambachten. Niet de originele, want de originele is verbrand in Aksel in 1574. Maar dat is een kopie, nagemaakt zoals die oorspronkelijk moet zijn geweest. En in deze koever werd de keuren van de vier ambachten bewaard van 1242. En één keer in het jaar kwamen de vertegenwoordigers van de vier ambachten, dus de schepenen, kwamen naar de plaats waar de koever werd bewaard met hun sleutel. En die konden dan de koever opendoen en keuren die daarin lag raadplegen. Tot aan zeg maar het jaar 1000 stelde Zeeland, dat toen voor een deel bij het graafschap Vlaanderen hoorde, nog niet zoveel voor. Dat veranderde in de loop van de eeuwen daarna, toen een groot deel van Zeeland, waaronder het huidige Zeeuws-Vlaanderen, door plaatselijke gemeenschappen en een aantal Vlaamse abdijen verder werd ingepolderd. Hierdoor ontstond vruchtbare landbouwgrond en konden veengronden worden ontgonnen. Samenwerking tussen de verschillende ambachten, een soort middeleeuwse plattelandsgemeente, was noodzakelijk. In het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen had je in die periode vier ambachten die steeds meer met elkaar gingen samenwerken. We staan hier in Klooster Zanden bij het Hof ten Zanden, dat gesticht is door een van de voornaamste Vlaamse abdijen. Het Hof ten Zanden ligt in het Hulsteren ambacht. Het Hulsteren ambacht werkte rond 1200 ook al wat samen met de ambachten van Assenede, Boeghouden en Aksel. Op diverse terreinen. Een van de terreinen was bijvoorbeeld het aanleggen van dijken, het onderhouden van sloten, maar ook het exploiteren van de grote veengebieden. Want die veengebieden die lagen niet alleen in het Hulsterambacht en het Akselambacht, maar ook in het Assenederambacht. Dus die waren grensoverschrijdend. Dus wat dat betreft moesten er een aantal dingen gemeenschappelijk worden geregeld. Hoewel de ambachten dus al enige vorm van samenwerking kenden, werd dit in 1242 officieel vastgelegd en ontvingen de vier ambachten in dat jaar een keur. Deze keur, een officieel document, omvatte alle regels en bevoegdheden van de ambachten binnen het graafschap en legde de juridische basis voor de rechtspraak, het bestuur en de organisatie van de waterstaat. Ja, een keur is eigenlijk een privilege en dat is in feite een soort grondwet voor een bepaald gebied, in dit geval de vier ambachten. Daarin vinden we allerlei regels die de waterstaat betreffen. En dan gaat het vooral over mensen, wat ermee moet gebeuren als zij hun dijken niet goed onderhouden of hun sloten niet goed schoonmaken. We vinden er ook regels in over het bestuur van de vier ambachten. Elk van de vier ambachten had een bestuurscollege bestaande uit 7 schepenen. En dat bestuurscollege werd elk jaar door de graaf vernieuwd. En daarnaast vinden we ook een aantal regels die het strafrecht raken. Zoals bijvoorbeeld wat er moet gebeuren, en dat vind ik op zich heel modern. Wat er gebeurt als iemand een ander doodslaat. Dan moet die dader zich eerst gaan verzoenen met de nabestaanden voordat hij voor de rechter verschijnt. De vier ambachten werden met deze keur dus juridisch en bestuurlijk met elkaar verbonden. Ze traden als eenheid naar buiten en werden binnen het middeleeuwse Vlaanderen invloedrijker. Stadjes als Aksel en Hulst, die al eerder hun stadsrechten hadden gekregen en daarmee tot de oudste steden van Zeeland behoren, wonnen hierdoor ook aan belang. De keur zelf werd zo belangrijk geacht dat het als een soort reliquie werd bewaard. In een couvre, een eikenhouten kist met 4 sleutels. De inhoud van deze kist werd jaarlijks op een vaste dag door de vier ambachten gecontroleerd. Lange tijd gebeurde dit in Assenede. Later stond de kist in Aksel. Tegenwoordig is dit gebruik trouwens in ere hersteld. Eens in de paar jaar wordt weer een keurdag gevierd en wordt de kist met kopieën van de middeleeuwse documenten van de ene plaats aan de andere doorgegeven. De originele keur ging trouwens in 1574 met de oude couvre in vlammen op.
De vier ambachten bleven 350 jaar met elkaar verbonden. Tot het gebied in 1585 tijdens de opstand van de Republiek tegen Spanje frontgebied werd en werd gescheiden. In 1795 werden de vier ambachten weer voor even samengevoegd, om in 1830 met de onafhankelijkheid van België definitief door de nieuwe landsgrenzen gescheiden te worden. Het gebied rond de steden Aksel en Hulst kende in de late middeleeuwen een bloeiperiode. Goede samenwerking en gemeenschappelijke regelgeving, vastgelegd in de keur van de vier ambachten in 1242, hebben hier aan bijgedragen.